Hallo en welkom bij Pauls Mandeltuinstaf. De afgelopen tijd is het ontzettend druk geweest. Ik ben niet veel in de weekenden thuis geweest. En de weekenden dat ik er wel was, was het bloedheet. Dus het schiet niet op, om het zo te zeggen. Ik heb wel besloten om maar aan één kant van de baan een stuk te bouwen wat omhoog gaat in plaats van aan twee kanten. Omdat anders de een stuk baan zit voor het mooie deel. De trein zou hier langs omhoog komen, maar dan loopt er dus een trein voor de baan langs waar de decoratie op zit. Dat vond ik ook niet zo'n goed idee. Of dit goed gaat werken, weet ik ook nog niet. Ik heb wel inmiddels meer stukken vastzitten. Ben bezig met het goed afstellen. Ik heb een groot deel van de rails losgekregen. De oude rails die liggen hier over het rechte stuk heen. De truc daarvoor was heel veel water. En met dat heel veel water is ook mijn ballast losgekomen. Dus mijn ballast die ik gebruik had om alles vast te zetten is ook los. En heb ik in een bak kunnen doen. Hier staat nog een baandeel, dat moet nog helemaal uit elkaar. En hier zie je dus ook nog heel veel ballast. Ja, pak die de focus? Niet echt. Hier zit nog heel veel ballast tussen de rails. Dus dit is een kwestie van natte lappen erop. Het hele talud eigenlijk loshalen. En de rails losweken cementemmer of een kleinere emmer. En daarna wassen dat alle gips of andere rotzooi eruit is en de boel drogen. Ik hoop dat deze niet te steil wordt hier aan de rechterkant. Straks schuif ik de hele boel verder naar rechts en hou ik links een heleboel meer ruimte over. Omdat ik ook mijn elektronica afgebroken heb, heb ik geen manier om mijn treinen te repareren. Wat ik dus normaal gesproken daar zou doen. Mijn rollenbank hier, die heeft dus ook geen stroom. Dus ik kan hier ook vrij weinig opnemen. Dus zolang als ik de baan niet een beetje op orde heb, kan ik hier ook niet zo heel veel doen. Dus dat betekent effectief dat het kanaal voorlopig stil ligt. Ik hoop binnenkort dus weer wat meters te kunnen gaan maken. En met mijn baan, zodat ik elektronica kan regelen, zodat ik ook hier weer aan de gang kan. Of ik ga mijn oude opstelling pakken, die op USB werkt. Dan kan ik ook weer even vooruit. Het is inmiddels zondag. Dit weekend is er ook niet veel gebeurd, dus het gaat sowieso volgende week pas worden. Ik zag dat ik bijna op 900 abonnees had. Ik hoop binnenkort de 1000 te halen, maar dan zal ik toch wel iets moeten doen aan opnames. Dus geduld en ook dankjewel voor het geduld. Sowieso is de zomer altijd een rustigere tijd, dus ik heb goede hoop dat het allemaal tegen de tijd dat het herfst is, toch, nou ja, dan zou het toch wel beter moeten worden. In ieder geval, bedankt voor het kijken en bedankt voor jullie geduld en hopelijk tot snel.